wil eerst de burgemeester danken voor de mooie woorden naar de Ronde van Vlaanderen toe. De ronde in Oudenaar, ik zou er eigenlijk iets willen aan toevoegen. Ik denk dat de ronde thuis is in Oudenaar. We zijn toe aan de 5e editie al iets. De 100e editie op zondag 3 april, maar de 5e editie in Oudenaar. Ik denk sportief, de voorbije 5 edities, waar we met een heel positief gevoel daarop terugkijken. We hebben fantastische winnaars gehad. Ik denk Tom Boonen was de allereerste hier in Oudenaarde. Ik denk dat het ook een zegen was voor een mooie start te nemen. We hebben twee fantastische overwinningen gehad van Cancellara. We hebben onlangs een voorstelling gehad in Gent, eigenlijk de kick-off van ons seizoen ook. En er staat ook een filmpje op onze website, waar Cancellara eigenlijk beschrijft. Zijn absoluut de mooiste overwinning heeft hij hier in Oudenaarde beleefd. Dat was in 2013, waar dat hij alleen toe kwam. Voor hemzelf was het de dag van perfectie, waar dat alles perfect liep. En als ik ook gisteren zijn woorden hoor op sportweekend ook, hij kan geschiedenis schrijven en hij wil ook absoluut geschiedenis schrijven, is alvast heel veel belovend voor komende 100e editie.